welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een Action make-up video. De laatste keer dat ik make-up van de Action heb getest was vorig jaar, echt begin vorig jaar. Dus dat is een hele lange tijd geleden. Er is nou weer allemaal nieuwe make-up bij de Action. Dus het leek me wel leuk om het weer opnieuw te gaan testen. Dus ik heb hier een hele zak vol met weer allemaal make-up van de Action. Zoals jullie weten, ik hou van betaalbare make-up en de Action is heel betaalbaar. Heel veel van jullie houden ook van betaalbare make-up. Dat is ook echt mijn meest aangevraagde soort video. Dus we gaan vandaag weer leuk spelen met allemaal betaalbare make-up. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel door naar de video. Ik heb weer niks op mijn gezicht, alleen mijn wenkbrauwen gedaan en we gaan gewoon weer eerst beginnen met de ogen. Ik begin eerst met een oogschaduw primer van de Action. Dit is de Miki Eyeshadow Primer Hydrating Prime and Boost. Deze heb je in twee varianten. Dit is de Hydrating, de meer normale. En dit is de Illuminating, dus met een glansje. Deze heb ik al getest in een video. Als je die video wilt zien, klik even hier. Daar heb ik allemaal nieuwe make-up getest. Onder andere dus deze. Ik vond deze super, super slecht. Deze bracht niet mooi aan. Het werd ook helemaal patchy. Hoe meer je aanbracht, hoe meer er ook weer van afging. Dus ik ga nou deze proberen. Hopelijk is deze beter. Nou, ik ben blij dat deze in ieder geval niet zo'n glans heeft als die andere. Want dat vond ik niet mooi. Maar hij voelt wel gewoon aan als die andere. En ik vond dat niet echt heel fijn. Hij voelt zo waterig aan en zo dun. En dat is niet echt fijn als een oogschaduw primer. Je wilt liever dat hij dik is en goed dekt. En dat deed die andere niet en deze ook weer niet. Mensen, ik vind deze helaas even slecht als die andere. Hoe meer je aanbrengt, hoe meer erop afgaat. Het is echt een gezeik om het te blenden. Ik ben het er nou gewoon een beetje maar in aan het drukken omdat hij anders te veel beweegt. Ik vind het wel fijn dat hij tenminste een beetje kleur corrigeert. Dat doet die andere helemaal niet. En deze wel. Dus ik vind deze al wel beter dan die andere. Maar of ik ze echt aanraad, nee. Ik vind deze niet fijn. Je kunt beter gaan voor deze van W7. De Eye Cutter Power Eyeshadow Primer. Die is ook heel goedkoop. En die is wel echt heel goed. Dan heb ik hier een oogschaduw paletje van de Action. De Max & More 24 Eyeshadow Palette. In de kleur 04 Ocean Palette. Deze heb je in meerdere varianten bij de Action. Deze is heel betaalbaar. Ik zal even snel kijken op de bon hoe duur deze is. Ik heb de best kleurrijke variant gepakt, maar je hebt ook een meer naturel versie. Die is een wat meer bruine kleur die je mee kunt gebruiken voor alledaags. Maar ik ben gewoon gegaan voor deze, omdat deze leuke kleur heeft. Nou, de verpakking van het paletje voelt echt precies aan als die van Morphe. Het heeft een beetje dezelfde soort verpakking. En dit zijn dan alle leuke kleurtjes en hier ga ik een look mee maken. Hier heb ik twee sponsapplicators, maar die ga ik natuurlijk niet gebruiken zoals altijd. Ik gebruik die nooit. Ik pak eerst deze matte lichte kleur om de oogschaduwprimer af te poederen. Ik vind het altijd heel fijn als er zo'n lichte matte kleur in het paletje zit. Want ik moet altijd afpoederen. Dus als die er niet bij zit, moet ik altijd helemaal een andere oogschaduw erbij halen. Dus ik vind het al een pluspunt dat er zo'n kleur in zit. Dan pak ik deze kleur en die ga ik op mijn hele ooglid doen. Omdat ik wil een beetje een blauwe ooglid maken. Dat lijkt me wel mooi. En ik maak mijn kwast ook nat met een fixing spray. En ik ga die kleur gewoon zo op mijn hele ooglid doen. Mensen, de kleuren zijn wel echt heel poederig, maar ik vind de pigmentatie wel heel mooi. En omdat ze dus zo poederig zijn, valt er heel veel hier onder op je gezicht. Dus ik zou sowieso eerst beginnen met je ogen en dan pas je gezichtsmake-up. Ik doe dit niet echt heel super netjes, omdat we het toch gaan uitblenden straks. En ik maak gewoon zo een rondje op mijn oog. Nou mensen, de pigmentatie is echt insane. Dat had ik niet echt verwacht van dit paletje. De kleur is echt heel fel, zoals je ook al kunt zien. Nou ga ik het op dit oog doen. Kijk, deze kleur, mensen. Oh mijn god, ik heb niet eens veel gepakt en er komt al zoveel kleur vanaf. Nou, de kleur zit erop. Ik zie er nou een beetje raar uit. Een beetje heel raar. Deze kleur, oh echt, ik ben hier te enthousiast over. Echt, Action is pulling through. Go Action. En nou pak ik deze blauwe kleur en die ga ik doen op de rand van deze kleur om het meer uit te blenden. Dit is zo mooi. Ook de matte kleuren zijn echt mooi. What the F. Ik vind het echt heel knap voor zo'n betaalbaar paletje. En de kleuren blenden ook mooi. Oh mijn god, ik heb tot nu toe nog niks slechts te zeggen over dit paletje. Nou pak ik even mijn Catrice concealer en die ga ik aanbrengen in het midden van mijn ooglid om een soort van halo make-up look te creëren. En dan pak ik deze blauwe kleur en die ga ik op de plek doen waar ik de concealer heb gedaan. Nou, ik vind deze kleur iets minder. Ik vind hem niet echt heftig genoeg. En dan pak ik weer die donkere blauwe matte kleur om de randen wat zachter te maken. Ik ga even deze hele lichte blauwe kleur daar nog op doen om het hopelijk iets meer te laten opvallen. Want deze kleur viel een beetje tegen.
Oh, dit is echt een stuk beter. Kijk nou, is hij echt veel lichter. Dit is echt beter. En met die donkerblauwe matte kleur ga ik weer de randen uitblenden. Nou pak ik deze lichte glitterkleur en die ga ik doen onder mijn wenkbrauwen. Nou, ik vind de kleuren echt heel goed gepigmenteerd. Alleen deze blauwe kleur viel een beetje tegen. De kleuren zijn wel echt heel poederig. Ik zal het ook even laten zien. Kijk, je kunt ook echt in het paletje zien hoeveel poeder er allemaal overal valt. Ondanks dat de kleuren heel poederig zijn als je ze pakt uit het paletje, is er niet echt heel veel fallout. Niet dat ik echt denk van, er zit overal oogschaduw. Maar ik zal alsnog wel altijd eerst met je ogen beginnen en dan pas je gezicht. Vooral als je dit oogschaduwpaletje gebruikt. We zijn voor nu heel even klaar met dit paletje. Ik ga nou eyeliner opdoen. Ik heb hier ook een pakketje van de Action. Dit is de Your Makeup Collection van de Action. En hier zit een mascara en een eyeliner in. Dit is een set. Dus ik ga deze even allebei gebruiken. Ik ga eerst de eyeliner opdoen. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet met zo'n strikje. Ik vind de verpakking echt super leuk. Deze set is €2,50 en ik zag net op de bon dat het een gift set is. Dus vandaar dat er van die leuke strikjes op zitten. Dit is dus misschien leuk om aan iemand te geven als cadeautje. De eyeliner is echt super dun en heel liquid. Hij ziet er in principe wel goed uit, dus ik hoop dat hij ook wel goed werkt. En ik ga gewoon een hele dunne streep op mijn ogen aanbrengen. Ik maak geen wing vandaag. Nou, dit is echt geweldig. Dit ging zo makkelijk. Ik ga niet eens dit stukje versnellen of knippen. Wat jullie net hebben gezien is gewoon letterlijk hoe snel ik dit heb gedaan. Deze is echt goed. Enige nadeel vind ik dat deze strik een beetje in de weg zit als je het vasthoudt. Maar wauw. Dit is echt, dit ging echt te makkelijk. Jullie hebben het net gezien, ik heb het niet eens geknipt, versneld, versloomd of geplakt. Oh mijn god, ik heb gewoon helemaal in één keer de perfecte streep. Dit is echt geweldig. Nou, even het andere oog. Ik hoop dat het even makkelijk gaat. Al gaat dit ook altijd moeilijker dan dit oog. Oh mijn god, dit is echt een geweldige eyeliner. Wat is dit? Hij is ook gewoon super zwart. Ja, ik vind dit echt top. Deze is echt top. Oh my god, ik hoop dat de mascara even goed is. Zo ziet de mascara applicator eruit. Gewoon vrij basic. Nou, ik vind de mascara iets minder. Deze is echt geweldig. Deze is gewoon normaal, maar ik zou hem niet per se aanraden. Als dit geen set was van twee, zou ik deze niet per se aanraden, want heel goed vind ik hem niet. Maar deze eyeliner, ik zou deze set al kopen alleen voor deze eyeliner. Deze is echt, I can't. Oh my god, ik heb al lang niet zo'n goede gezien voor zo weinig geld. Deze set is maar €2,50 mensen. Dit is echt belachelijk. Deze is echt, ik zou echt snel naar de Action gaan nu hoor. Nou ga ik even snel de fallout hieronder een beetje schoonmaken. Ik ga even nep wimpers opdoen. Ik ga gewoon nep wimpers opdoen van de AliExpress. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, mijn wimpers zitten erop. Deze zijn van AliExpress. Ik zal de link beneden in de beschrijving plaatsen. Ik vind de look tot nu toe echt heel leuk. Het is wel echt heel fel. En er zijn vast mensen die dit niet mooi vinden. Maar je kunt veel over mij zeggen. Maar je kunt niet zeggen dat ik niet experimenteer. Ik probeer echt verschillende looks te doen. Ook verschillende oogschaduw technieken en manieren. Ene keer doe ik een hele cut crease. Ene keer een halve. Ene keer een halo eye. Ik probeer het elke keer wel een beetje te wisselen. Ene keer is de look super super mooi. Andere keer is het gewoon niet jouw smaak. Iedereen heeft gewoon een hele andere smaak. Maar ik probeer gewoon altijd heel veel af te wisselen. Want als ik één ding haat van YouTubers is als ze altijd dezelfde look maken. Ik wil gewoon heel veel verschillende dingen kunnen laten zien. Het zal daarom ook niet altijd per se jouw smaak zijn. Maar ja, misschien ook wel. Voor iedereen is er wel iets op mijn kanaal. Nou ga ik verder met mijn gezicht. Ik heb geen nieuwe primer van de Action. Ik heb wel een oude primer van de Action, maar die is op. Ik had die aan mijn moeder gegeven en zij vond hem zo goed. Ik vond hem ook heel goed. Dat ze hem helemaal op heeft gemaakt, allemaal heeft weggegooid. Ik zal wel even hier een plaatje zetten van de primer die ik bedoel. Deze is echt super goed. Maakt je huid echt heel egaal. Maar ik heb die dus nou even niet. Dus ik ga gewoon even een primer gebruiken van mezelf. Dus ik gebruik even mijn Embryolyse crème als primer. Deze crème is echt super fijn. Mocht je geïnteresseerd zijn hierin. Deze is te koop bij Beauty 88 in 3 formaten. En ik liet nu net de kleinste zien. Ik heb het kleinste formaat. Er was geen foundation bij de Action, maar wel een BB cream. Dus ik heb deze gekocht. Dit is de Alvira Skin Essentials BB cream in de kleur medium. En er staat op smoothing, mattifying, covering blemishes, moisturizing, beautifying en protecting. Er zit SPF 15 in.
Dus het beschermt je ook een beetje tegen de zon. Mattifying, dus hij maakt ook mat. Moisturizing, dus hij hydrateert ook. Er zijn echt heel veel claims, maar ik ga hem gewoon even snel opdoen. En ik heb gewoon de kleur medium. Ik heb ook een make-up spons van de Action. Ik heb hem al nat gemaakt. Die komt in zo'n plastic dingetje. Deze heb je in roze en zwart. En mij leek zwart wel leuk. Ik was nooit echt een fan van de sponsjes van de Action, want ik vond ze altijd veel te hard en daar hou ik echt niet van. Ik moet zeggen, ik heb hem ook al nat gemaakt, dus hij is al heel groot geworden. Deze voelt best wel goed aan. Hij voelt best wel zacht, niet zo hard als de normale sponsen die ik gewend ben van de Action. Dus ik denk dat ik hier wel positief over ga zijn, maar ik moet hem natuurlijk eerst proberen. Ik breng even gewoon een paar stipjes aan op mijn gezicht. Ik vind de kleur vrij rood. Mijn huidskleur is echt totaal niet rood. Ik ben echt neutraal geel. Er zit echt niks roods in mijn huidskleur. Dus ik hoop dat hij toch wel gewoon een beetje gaat matchen. Maar het is een BB cream, dus de dekking is sowieso licht. Dus als de kleur niet perfect is, maakt dat niet echt per se uit. Denk ik. En dan ga ik het gewoon nee, met... ik ben nuttig. Siri? Siri begint ineens te praten. Ik ga het gewoon zo uitblenden met deze beauty spons van de Action. Ik gebruik altijd de onderkant van de spons voor mijn foundation en de bovenkant voor concealer. Oké, mensen, de kleur is echt veel te rood. Gelukkig is er niet echt veel dekking. Ik vind hem alleen wel echt heel patchy. Op de ene plek komt iets meer dan op de andere plek. Ik weet alleen niet zeker of dit door deze spons komt of door de BB cream. Dus ik ga even mijn normale beauty blender gebruiken voor mijn voorhoofd en dan zien of dat hier ook gebeurt. En als het hier ook gebeurt, dan ligt het echt aan de BB cream. Oké, het gebeurt ook bij mijn voorhoofd. Dus het ligt niet aan de spons, het ligt echt aan de BB cream. Dit is echt vreselijk. Kijk, dat de kleur niet klopt is één ding, maar hij brengt zo patchy aan. Er zijn echt allemaal plekken waar niks is of waar te veel is. Ik ga jullie even een beetje inzoomen hiervoor. Kijk even naar mijn huid. Hier is gewoon een hele vlek waar niks is. Hier zijn ook allemaal vlekken. Echt, deze BB cream is echt helemaal niks. Dit raad ik echt niet aan. Kijk ook hier allemaal. En ik heb daar echt product aangebracht. En kijk ook hier. Hier heb je wel, hier weer niet. En dan hier weer wel en dan hier weer minder. Nee, deze BB cream is echt geen succes. Deze spons echter is wel een succes. Ik vind hem echt heel fijn. Ik moet vandaag nog over straat, mensen. En ik wilde gewoon mijn make-up ophouden. Deze BB cream is zo vreselijk dat ik hem er echt even af ga halen. Want dit kan echt niet. Ik ga hem even eraf halen en ik ga even een normale foundation opdoen. En dan kom ik zo terug. Nou, ik heb even een normale foundation opgedaan. Ik heb afgepoederd en mijn neus gecontoured. Voor de rest heb ik nog niks gedaan. Ik ga nu verder met onder mijn ogen. Ik pak eerst deze kleur onder mijn ogen en die ga ik mengen met deze kleur. En die breng ik gewoon aan op mijn onderste wimperrand. En ik trek die kleur helemaal door tot aan mijn oogschaduw daarboven. Om het gewoon één geheel te maken. En dit doe ik ook aan deze kant. Dan pak ik weer deze lichtblauwe kleur en die doe ik hier in mijn binnenste ooghoek. En ik trek het een beetje door naar hier beneden. En dan pak ik nog deze lichte witachtige glitterkleur en die ga ik daar weer precies overheen doen om het iets heftiger te maken. En dan zijn we klaar met dit oogschaduwpaletje. Zoals ik al in de video zei, ik vind het echt een heel goed oogschaduwpaletje. Vooral voor de prijs, deze is 2 euro, je krijgt zoveel kleuren. Ik ga nou absoluut niet beweren dat het het beste oogschaduwpaletje is die ik ooit heb gebruikt. Maar het is wel echt een hele goede voor vooral deze lage prijs en vooral voor de Action. Ik bedoel, van over het algemeen verwacht je niet echt heel veel qua make-up van de Action. Maar tot nu toe vind ik het echt best goed. Alleen ja, die BB cream was echt belachelijk. Maar de spons was ook heel goed. Ook hiermee ben ik best wel blij. Dus als je gewoon op zoek bent naar een betaalbare spons, deze is zeker je geld waard. Deze is maar 90 cent, jongens. Ik moet ook nog even iets zeggen over deze eyeliner. Hij is nou helemaal opgedroogd en hij droogt niet mat op. Er blijft een glans overheen. Dus als je op zoek bent naar een matte eyeliner, zou ik deze niet doen. Maar als het jou niet uitmaakt of je mat is of glans is, of je vindt juist mooi dat die glanst, dan is deze zeker je geld waard. Mij maakt het persoonlijk niet uit. Ik ga het liefst wel voor een matte eyeliner, maar het is niet dat ik een glans lelijk vind. I don't care. Ik vind deze gewoon super goed. Nou, aangezien deze BB cream echt niks was, heb ik wel een alternatief voor jullie. En dat is deze van de Lidl. Deze zijn allebei super goedkoop, maar deze is slecht. Deze is goed, dus ga gewoon voor deze. Dan pak ik weer even de mascara en die doe ik ook op mijn onderste wimpers. En ik breng ook even een blauw oogpotlood aan. Deze is gewoon van de Kiko.
Nou, dit heeft de look echt nog extra blauw gemaakt. Ik kon helaas geen nieuwe bronzer vinden bij de Action. Dus ik gebruik gewoon even snel mijn Wet n Wild bronzer om even snel mijn gezicht op te bronzen. En dan kunnen we weer verder met de Action producten. Ik heb hier ook een blush van de Action. Dit is de DB Blush Blush Cheeks in de kleur 43 Rose. En deze blush is maar 99 cent. Ik weet absoluut zeker dat hier meerdere kleuren van zijn. Maar bij de Action waar ik was, was alles op. En dit was nog de enige kleur. Dit is niet per se een kleur waar ik voor zou gaan, want hij is iets te rood donker voor mij. Maar ik ga hem gewoon opbrengen. Aangezien ik echt in elke tutorial weer te veel blush pak, ga ik nou opletten dat ik niet te veel hiervan pak. Want dit is echt niet mijn kleur. Dus ik ga het gewoon een beetje opdoen. En heel goed aftikken. Oh, dit is echt zo niet mijn kleur, mensen. Nee, dat kan echt niet. Ik ga echt maar echt een heel klein beetje aanbrengen. Oké, en de kleur is niet mooi en hij blendt niet goed. Dus ik ga hier niet te veel tijd aan spelen. Ik vind deze blush echt niks. Aangezien dit er echt niet uitziet, pak ik even een poeder. En daar ga ik even mee overheen, zodat het iets minder heftig wordt. Nou is het tijd voor highlighter. Ik heb hier dit Action Highlighter paletje. Deze is er al heel lang. Ik heb die alleen nooit gebruikt in mijn video's. Dus ik ga dat nou even doen. En deze is €2,50. Ook weer heel betaalbaar natuurlijk. Nou, het zijn echt 6 hele mooie kleuren. Deze 3 kleuren zijn vrij heftig. Deze 2 hebben ook echt een hele felle kleur. Die kun je eventueel ook gebruiken als oogschaduw. Deze is heel mooi bij een iets donkerdere huid. Deze is heel mooi bij een hele lichte huid. En deze 2 zijn een beetje medium. En deze kleur is een beetje holographic. Ik ga voor vandaag even deze kleur gebruiken. Ik vind hem mooi, alleen ik vind hem iets te goud. Dus ik ga even deze lichte kleur eroverheen aanbrengen. Nou, ik vind de kleuren wel echt heel heftig. Alleen, ja, hoe leg ik dit uit? Ik vind zeg maar de glitterkorrels of zo, ik vind ze te groot. Je kunt te goed allemaal van die puntjes zien. En dat vind ik niet mooi. Dan is het echt alsof het op je huid ligt. En dat is gewoon echt niet mooi. Ik ga even deze witte kleur ook hier in mijn binnenste ooghoek doen. Nee, ik vind het niet zo, niet heel mooi. Ik vind het paletje echt heel mooi bedacht. Ik vind de kleuren ook heel mooi. Ik zou ze alleen eerder gebruiken echt als oogschaduw en niet als highlighter. Want het is ja gewoon te klonterig of zo. En ja, dat is gewoon niet wat je wil, denk ik. Nou, als laatste lippen bij mijn Actions. Zoals ik al zei, bijna alles was op, bijna alles was uitverkocht. Er was niet echt iets nieuws voor de lippen. Dus ik heb deze 3 lipglossjes. Dit zijn Kiss & Tell lipglossjes bij Miki. En dit zijn van die sleutelhangertjes. Ik vind het ook echt heel leuk dat dit sleutelhangers zijn. Ik ga ze ook echt aan mijn sleutelbos hangen. Ik heb af en toe dat ik een matte lipstick opdoe. En na een paar uur in de middag zijn mijn lippen echt super droog. En wil ik het eraf hebben en wil ik even een glossje opdoen. En dan is het handig als je gewoon lipglossjes bij hebt. Kijk, je kunt ze gewoon zo aan je sleutelbos hangen. Je had deze ook in een andere variant met 3 roodachtige kleurtjes. Maar deze leek mij leuker omdat er meer variatie is qua kleuren. En ik ga even deze kleur opdoen. Nou, ik vind dit een hele mooie gloss. Deze is heel mooi. Het is echt heel nude. Ook niet plakkerig en het ruikt ook echt lekker. Na die roze kauwgombal die altijd in die automaten zitten, daar ruikt hij echt naar. Ik wil eigenlijk deze gouden ook proberen, dus ik ga hem gewoon eroverheen aanbrengen. Ik vind ze echt heel fijn. Ook echt heel handig dat ze een sleutelhanger te zijn. Er komt niet echt super veel kleur vanaf. Dat niet. Maar deze zijn ook vrij goedkoop. Deze kost €1,30. En dan heb je 3 van die leuke kleurtjes. Ik vind het echt gewoon een hele leuke lipgloss. Ik vind de kleur ook gewoon mooi. Deze gouden is niet te goud. Ook al oogt hij hier echt super goud. Maar het is gewoon een soort van gloss. Met gewoon een soort van gouden glow erheen. Dus ik vind deze zeker een aanrader. Ik vind ze echt heel leuk. Nou, dan nog even wat fixing spray en dan zijn we klaar. Nou, dit was dan de make-up look. Ik vond het echt super leuk om te doen. Het ging ook echt een stuk beter dan mijn vorige Action video. Daar vond ik echt heel veel make-upjes gewoon niet zo goed. En ik kreeg er ook echt heel veel haat over. Maar ja, whatever. Dit keer was ik ja, echt wat positiever. De make-up was ik gewoon echt beter. Want ik blijf altijd gewoon eerlijk. Ik vind dat de make-up best wel goed is gelukt. Ondanks dat er een paar make-ups niet zo goed waren. Ik vind dat de make-up er best wel duur uitziet. Ondanks dat het geen dure producten zijn. Dus ren snel naar je Action en haal deze producten. En haal vooral de producten die slecht zijn niet. Nou, laat in de comments weten wat je vindt van deze make-up look en van de make-up. En vergeet ook niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!